Wat is een nachtburgemeester? Ja, al wel. Dat hadden of dat hadden niet. Een nachtburgemeester moet in de eerste plaats al zeker een bepaalde leeftijd hebben. Als je 20 jaar zou kunnen geen nachtburgemeester zijn. En je moet voordat je meegemaakt in je leven. Zowel op vlak van concerten, reizen, mensen kennen in de gemeente natuurlijk, heel belangrijk. En je moet met iedereen een beetje overweg kunnen. Dat is toch wel het belangrijkste, toch wel. Ja. Wat houdt de taak van een nachtburgemeester in? Wel, als er zo mensen oneenigheden hebben, als ze een beetje aan plas maken tegen elkaar, dan moet je kunnen tussenkomen, dus een beetje de vrede bewaren, zal ik zeggen. Dan kan ik ook s'nachts met een tour maken en dan zie ik dat alles wel goed op zijn plek staat. Kloeren ze in de gracht, dat er misschien geen mensen gevallen is of zo. Pas geef staan, want als de volgende dag de mensen van de valkaar komen en die greep staat naar de verkeerde kant, ja, dan is dat voor die mensen ambetant, want dan moet iedereen zo een beetje forceren. Dus dan denk ik die vuilbak te gooien en dan, ja, dan zijn die mensen ook weer gelukkig. Hè. Voilà. Waarom doe ik dat? Dat is heel spontaan gekomen eigenlijk. Ja, ik heb natuurlijk een heel schoon voorbeeld. De nachtburgemeester van Rotterdam. Dat is ondertussen ook al dood. De Jules, ook een jazzkenner. Just tijdens ik was ook een beetje een jazzkenner. Maar de Jules deelder. Als de Jules dood is, dan was ik helemaal de nachtburgemeester worden van Westerlo. Dat is een beetje het gedacht geworden eigenlijk. Zullen. Wat is mijn verzoek aan de bevolking? Ja, mensen, blijf rustig, altijd lekker, heel belangrijk, zijn vriendelijk voor elkaar en probeer elkaar te verstaan, probeer elkaar te luisteren. Iedere mens denkt anders, maar je moet, als je aan bra zit, moet je toch een beetje overeen komen, en zeker in deze tijden, dat zijn heel moeilijke tijden, probeer overeen te komen. Het leven is al zo kort, en als je dan nog kan aan bra maken, dat is zinloos. Wat is mijn grootste vreugde als nachtburgemeester? Dat ik veel mensen ken. En ik kan met iedereen goed overweg. En samen een pintje pakken en zo. En ja, dat nachtleven, dat is toch iets speciaals. Dat is niet iedereen gekund. Als ik zo overdag een dipje neem, dan doe ik een dutje. En dan ben ik s'nachts terug paraat om mijn drukje te maken. En dan ben ik terug gelukkig. Ze zeggen tegen mij, nachtburgemeester van Westerlo, wat zei je ermee? Ja, ik zoek eigenlijk een beetje erkenning voor hetgeen ik al heb gedaan voor de gemeente Westerlo. Probeer dat te regelen, jongen, dat ik officieel nachtburgemeester ben van Westerlo. Je zou me daar plezier mee doen. En niet alleen mij, maar denk heel veel mensen die mij kennen, die gaan dat appreciëren. Voilà, zorg ervoor. Oké. Okay. Nee. Oprapen. Als het is. Goeie. Zie je hem af? Dus morgen een blauwe bak, hè? Jawel. Is niet waar? Voor klas 2, klas 1, hè? En is klas 1. Ja, sorry, hè. Dat maar zeg. Is dat echt waar? Zeg dat saai job, hè. Goeie.